Die hele toestand, hè, rond dat filmpje met die pont. Ik heb dat even laten gaan. Ik denk, ik ga daar helemaal niks over zeggen. Want het spreekt voor zich dat dat natuurlijk ranzig is met de hoofdletter R. Hè? Dat je die meisjes in de maling neemt om ze te laten denken dat ze die Taylor Swift mogen ontmoeten als ze hun titel laten zien. Gadver de gadverdamme. En dat komt alleen maar voort uit een soort hele geforceerde toestand bij dat poont om maar jong, vooral jong en tegendraads te zijn. Hè? Kijk, ons eens opstandig doen. En dan kom je op dit soort filmpjes. Maar wat blijkt nou als je dat helemaal volgt, dit hele verhaal? Het blijkt gewoon dat hun morele kompas is totaal vernietigd. Je werkt helemaal niet meer. Nee, wat een stelletje mafkezen zijn dat, zeg maar, dat poont. Die eerst die wezen, die zei van, ik haal het er niet af, dat filmpje. En als die mensen willen klagen, dan doen ze dat maar. Maar onder druk van iedereen, omdat iedereen wel snapte dat dit totaal niet kan natuurlijk. Nee, daar gingen ze mee buigen. Ook die Castricum, ook zo eentje. Die eerst zei van, nou ja, wij zijn gewoon een beetje een leuke jongen, te gekke omroep en dan moet het kunnen. Nee, die ging ook mee buigen en die zei, ja nee, ik heb wel eventjes binnenskamers heb ik even mijn stem. Laat me, ja die. En toen kwam uiteindelijk als allerlaatste die knakker die dit filmpje had gemaakt. Die kwam even nog eventjes erachteraan gehold. Met zijn excuus. Ja, ongeveer een week daarna. Terwijl wij al lang weten van, dit kan helemaal niet. Niet van binnenuit, vanuit hunzelf, hadden ze zelf het idee van, nou, dit is werkelijk zo ver te ver. Nee, dat hebben ze daar nooit gedacht. En daarom, NPO, jullie hadden moeten ingrijpen. Jullie hadden moeten zeggen, dit kan niet meer. En jullie moeten gewoon dat poont gewoon hup uit het bestel flikkeren.